De Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, heeft in het haast afgelopen jaar verschillende resultaten neergezet. Directeur Michel Amavo gaf vandaag tijdens de jaarafsluiting en huldiging van jubilarissen mee dat het baggeren van de vaargeul van de Suriname rivier vruchten heeft afgeworpen. Ook de goede resultaten van het exporteren van steenslag, waarbij exporteurs in aanmerking kunnen komen voor een korting, noemde Amavo. Dit is bedoeld om de Surinaamse economie te helpen bloeien. En ik moet zeggen dat het systeem heeft gewerkt, want als u naar dit kijkt, je ziet grafiek bezig, dan is het even vergeleken naar 2022, dat 2023 moet ik pas in november dat we door ook maar, of een projectie zou hebben naar 300.000 ton. Dat na bijna een verhoging voor bijna 500%. Verhoging, de stijging zou vinden plaats door dat Alibaba bakker en dat je ziet dat als een naam boosan is. Dus dat als tienslag export en meer roept dus maar op, zou je exporteren, want om eens maar de nobody op de hoogte het FA systeem die ziet, kunnen ze altijd mij een appje sturen, 856-0137, dat is mijn nummer. De directeur van de MAS gaf ook aan dat het bedrijf minder mooie momenten heeft gekend in 2023. Zo is er een intern onderzoek gaande naar zaken die mis zijn gegaan in 2023. Er zou gesjoemeld zijn met bedrijfsmiddelen. Amavo waarschuwde de medewerkers om niet in de fout te gaan. Het rapport van het onderzoek moet nog verder uitgewerkt worden. Want afgelopen dagen zijn Conan News bij de manschriftdag, maar ma etek money, dis dat die alle soort zijn. Dat even onderzoek wees uit dat je werkelijk, once ma take money, ja, je doet een verkeer zijn, dat je kan stap dat je in een hoort thuis daar zo in een bedrijf. Wees dan misreven, mijn hoort thuis in een bedrijf, dat je go in een trap bedrijf. Dus dat ook een benadruk. Dat je deze man, sabe doe deze man, dat we nu de dag ook we doen onderzoek. Maar if you de ja zo toe, dat je bij het doe zo wansan, of je praxerif doe zo wansan, dat je saptaki in stop naar hem. Toch, want anders je kon een probleem. De directeur blikte ook terug op het feit dat de MAS dit jaar 16 jaar ISO gecertificeerd is en de viering van haar 25-jarig bestaan.